De nieuwe compact disc die de wereld moet gaan veroveren. Goedenavond. Er is een nieuw soort cd ontwikkeld die niet alleen geluid, maar ook beeld- en computergegevens kan bevatten. Het is een doorbraak in de technologie. En vandaag werd bekend dat alle fabrikanten, waaronder naast Japanners ook onze eigen Philips, dat al die fabrikanten het eens zijn geworden over één systeem dat in de hele wereld zal worden toegepast. Meer hierover straks in deze NOS Laat. En dan Oost-Duitsland. Onze ploeg in het land had een interview met premier Hans Modrow, de man die ook voor de val van Honecker al een goede Oost-Duitser was. En we zagen hoe in de stad Halle het Instituut voor Marxisme en Leninisme erbij staat. Treurig. Al maanden komt er geen mens meer, behalve de huismeester. En bij hem is de dynamiek er ook al een beetje uit. Verder een reportage over een merkwaardige politieke partij die volgende week meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van Valkenswaard. En van Valkenswaard naar Kuala Lumpur het verdrietige nieuws over onze Jan Timman. Hij verloor tegen Anatoly Karpov. Hans Beum komt ons vertellen of er nog hoop is. Kan Timman terugslaan? En tenslotte de Haagse politiek. Ferry mingelen daarover. Ja, goedenavond. Vandaag viel er weer eens wat te beleven in de Kamer. En toevallig of niet, de ministers Maijweggen en Dales hadden ermee te maken. Over reiskosten voor ver en afslanking hebben we het om ongeveer 10:50. Hier vandaan eerst het overige nieuws vandaag op televisie. Het kabinet van Israël is gevallen. Met 60-55 stemmen nam de Knesset vanavond een motie van wantrouwen aan tegen de conservatieve Likud. Het kabinet van vicepremier Peres verweet premier Shamir van de Likud een weigerachtige houding. Shamir wil namelijk geen ja zeggen tegen het Amerikaanse vredesplan om direct met de Palestijnen te praten. Ook de laatste bemiddelingspoging liep vandaag op niets uit. Mikhail Gorbachev is gekozen tot president van de Sovjet-Unie. Een president deze keer met uitgebreide bevoegdheden en volmachten. Niet langer is het politbureau van de communistische partij de hoogste macht van het land, maar het staatshoofd, Gorbachev dus. 60% van de afgevaardigden stemde voor. De president is voor 5 jaar gekozen. Een journalist van een Britse krant is vanmorgen in Irak geëxecuteerd. Ondanks verzoeken uit de hele wereld om gratie. De Britse regering is woedend. Premier Thatcher heeft onmiddellijk haar ambassadeur teruggeroepen. Het slachtoffer, de 31-jarige Farzad Bazoft, was van Iraanse afkomst. Hij kwam vaak in Irak, steeds op uitnodiging van de regering. Bazoft is opgehangen op beschuldiging van spionage voor Groot-Brittannië en Israël. De afvalovens van Zaandam en Alkmaar gaan definitief dicht. De installaties stoten te veel giftige stoffen uit, waaronder dioxine. De 240.000 ton huisvuil die de ovens per jaar verwerkte, gaat nu naar verschillende stortplaatsen in het land. Het vervoer van dat afval is nog een probleem. Er wordt gedacht aan vervoer per boot of per trein. Hij moet de komende jaar een schokgolf veroorzaken in de uitgeverswereld. Het allernieuwste lid van de CD-familie, de interactieve compactdisc. Hij kan geluid, bewegend beeld, tekst en computergegevens bevatten. En hij kan, als je een beetje je best doet, een hele encyclopedie op, inclusief bewegende illustraties. Bijzonder is dat er maar één systeem van komt. Alle fabrikanten zijn het overeengekomen en er is gekozen voor het systeem van Philips. De ellende met de verschillende videosystemen van een aantal jaren geleden is daarmee voorkomen. Vandaag was die interactieve cd voor het eerst te zien en NOS Laat was erbij. De interactieve compactdisc lijkt op een gewone compactdisc. Maar het bijzondere is dat er naast geluid ook beeld, tekst en computergegevens opstaan. En al die gegevens kunnen door elkaar heen gebruikt worden. Op een manier zoals de gebruiker dat zelf wil, dus interactief. Op de afstandsbediening van de cd-speler zit een soort joystick waarmee de cd via het televisiescherm kan worden bestuurd door op het scherm bepaalde knoppen aan te wijzen. De kijker kan zo als het ware door de cd bladeren op zoek naar de gewenste informatie in de vorm van geluid, beeld en tekst. Zoals hier bijvoorbeeld bij een programma over Vincent van Gogh. Allerlei schilderijen kunnen daarmee opgeroepen worden. Is dit het begin van het elektronisch plaatjesboek? Ik denk dat dat iets te eenvoudig omschreven is. Ik zou het anders willen omschrijven. Het is een totale nieuwe wereld van het opslaan van informatie en vooral het creëren van nieuwe programma's. Kijkt u maar even toen in 1927 het geluid bij de film gebracht werd, wat een totaal nieuwe dimensie
dat aan de film heeft gebracht. Wel, het is eigenlijk nu brengt je daar weer andere dimensies toe. Aan cartoons, aan boeken, aan andere programma's. Waardoor op dat ogenblik de gebruiker bepaalt op welke wijze hij die informatie wilt verwerken. Je kan zeg maar er doorheen bladeren, door videomateriaal heen bladeren, door tekstmateriaal heen bladeren, op die manier. Absoluut. Zo kan er bijvoorbeeld ook allerlei encyclopedische informatie opgevraagd worden. En met de afstandsbediening kan de kijker het beeld dan beïnvloeden. De interactieve cd is onder andere bedoeld voor thuisgebruik en daardoor ook zeer geschikt voor allerlei cursussen, zoals bijvoorbeeld deze golfcursus. Met de afstandsbediening kan een golfclub gekozen worden. De slagkracht kan worden ingesteld en er wordt geslagen. Vervolgens wordt het resultaat getoond. Uitgevers kunnen blij zijn, want er valt weer geld te verdienen. In de voorbije 20 jaar is elektronische media voor de uitgeverswereld zeer aan de orde van de dag geweest. Uiteindelijk hebben we besloten, samen met de Japanse industrie en de uitgeverswereld, dit gaan te standaardiseren in een format. Waardoor door al deze dingen bij elkaar te brengen, een hele wereld van nieuwe software, zowel voor entertainment of plezier, zowel voor educatieve doeleinden, zelfvormende activiteiten, als wel voor informatieve doeleinden kunnen opgeslagen worden op hetzelfde medium, maar dan ook wereldwijd kunnen gespeeld worden op al deze plaatjes. De interactieve cd zal over de hele wereld hetzelfde zijn. Op één cd kunnen dan ook verschillende talen staan, zoals bij deze cursus voor automonteurs. U kunt natuurlijk het contact aanzetten, hoewel dat niet nodig is om de klaxon te gebruiken. Maar ook spelletjes voor kinderen behoren tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld plaatjes die je in kunt kleuren en daarna in een tekenfilmpje verschijnen. Spelen en leren gaan met het gebruik van de interactieve cd door elkaar heen lopen. The ape ate the apple. Ook hier liggen weer hele nieuwe mogelijkheden in het verschiet. En naar gelang het medium zich ontwikkelt met interessante programma's, zowel voor het gebruik voor educatiedoeleinden als wel voor ontspanning, dat daar een heel nieuw fenomeen zich voordoet, dat leren plezant wordt. En met name kunt u meteen die link dan ook leggen naar het onderwijs. En wanneer dus deze systemen ver genoeg gepenetreerd zijn in de huiskamer, dan is het evident dat wanneer dit medium ook in het onderwijs gebruikt worden, deze plaatjes dan zowel op school als thuis kunnen afgespeeld worden. Ik ga van de televisie leren met de interactieve cd. Dat is zeer zeker. Het is eigenlijk het begin van de interactieve televisie. Waarbij je zelf invloed hebt op waar je naar kijkt. Het is inderdaad de gebruiker die bepaalt wat hij wil zien. Eigenlijk kan je zeggen, vanaf nu is er elke dag iets leuks op tv. Het duurt in elk geval nog 2 jaar voor ons om te proberen nog leuker te zijn. Want zo lang duurt het voordat die interactieve cd hier te koop is. Maar voor televisiemakers in Amerika is er wat meer haast geboden. Want daar komt dit prachtige elektronische speeltje volgend jaar al op de markt. Oost-Duitsland gaat zondag naar de stembus. De eerste democratische verkiezingen en misschien de laatste voor de hereniging met de Bondsrepubliek. NOS Laat maakt de hele week al reportages in Halle, zomaar een stad in Oost-Duitsland. Vandaag een speurtocht naar de resten van het communisme. Je vindt het al bijna nergens meer in de DDR. Niet op school en niet op de universiteit. Een bijdrage opnieuw van collega's Reinier van der Hout en Matthijs Katz. Halle, een stad in het midden van Duitsland. Al in de middeleeuwen groot geworden door zoutwinning in de omgeving. Plaatselijke held is de componist Händel, die hier geboren werd. De universiteit dateert uit 1694. Halle is altijd een belangrijk intellectueel centrum geweest. Begin deze eeuw kwam de chemische industrie op. De stad is nu vervuild en vervallen. Het was allemaal...